En dan heb je dus een gemeente die jou niet aan een nieuwe woning helpt, maar jou wel een brief stuurt dat je over een jaar op straat staat. Holy fuck! Nog maar 2000 leden te gaan. Als jij wil dat er een omroep blijft bestaan die niet meegaat in de politiek correcte deugdcultuur, geef ons dan dat laatste zetje en word lid voor eenmalig €5,72. En vergeet niet je vrienden over de streep te trekken, want bij 50.000 leden hebben we 3 keer zoveel zendtijd. Hier op vakantiepark Ooststappen in Arnhem is een deel van de mensen die hier permanent woont behoorlijk ongerust over de toekomst. Zij moeten namelijk weg van de gemeente, dit terwijl het jarenlang gedoogd werd. Mireille, u woont hier al 5 jaar op het recreatiepark en plots krijgt u net voor kerst een brief van de gemeente. Wat stond daarin? Dat de permanente bewoning over een jaar eindigt en dat we morgen een gesprek hebben bij het dorpshuis. De bewoners van het recreatiepark die hier permanent wonen, die moeten weg, geeft de gemeente aan. Dat is ook de wet. Waar wringt de schoen? Ja, dat deze mensen geen huis hebben. Deze mensen willen hier helemaal niet wonen. Die willen in een normale woning wonen, zoals jij en ik ook. Die krijgen ze niet. Ze zitten hier vast. Ze zijn hier naartoe gestuurd door de gemeente. Maar die heeft ze eigenlijk in een doodlopende straat gestuurd. Dat vind ik wel opmerkelijk, dat ze hier naartoe zijn gestuurd door de gemeente, terwijl het eigenlijk niet mag. Hoe zit dat dan? Ja, dat was als een soort tijdelijke oplossing van nou ja, ga daar maar heen, want dan kom je in ieder geval niet op straat te staan. Maar in de tussentijd is er niks gebeurd om deze mensen aan een normale woning te helpen. En dreigen ze nu wel door diezelfde gemeente op straat te worden gezet. De Raad van State heeft dit voorjaar gezegd dat permanente bewoning op de camping niet toegestaan is. We hebben nu besloten dat te gaan handhaven. Maar dat betekent niet dat iemand op straat komt, nadrukkelijk niet. Mensen krijgen een jaar de tijd om een andere woning te vinden, een betere woning. En wij zullen hen daar ook zoveel mogelijk en zo goed mogelijk bij gaan helpen. Wethouder Paping heeft een toezegging gedaan om ons uit te laten stromen, hetzij in een urgentieverklaring of dergelijke. Alleen hij kan het niet hard maken, omdat we, zoals we allemaal weten, met vluchtelingen in stroom zitten. Woningnood. Dus dat kan gewoon niet. Er wordt jullie geen alternatief geboden tot dusver? Nee. Een van de dingen die de gemeente zei is dat caravans te shabby zouden zijn. Dat het niet veilig zou zijn. In een land als Nederland moeten mensen natuurlijk wel veilig wonen. Hoe onveilig zijn die caravans? Nou, die zijn totaal niet geschikt om in te wonen. En zeker niet in de winter. Met alle kou, met alle vocht. Hier groeien kinderen op, al jarenlang. En dat is gewoon mensonterend. En dan heb je dus een gemeente die jou niet aan een nieuwe woning helpt, maar jou wel een brief stuurt dat je over een jaar op straat staat. En wat verwacht u van de gemeente? Wat zou voor u een goede oplossing zijn? Je kan natuurlijk 2 kanten op. Je kan de kant op dat ze kunnen blijven zitten met uitstervensbeleid. Of een compensatie dat als wij met een urgentie eraf kunnen, dat wij geholpen worden aan met verhuizen. B, de inrichting, want sommige mensen kunnen dat niet betalen. En de kopers die zitten met hun eigendommen. Ja, dat vind ik ook. Ik vind dat ze die mensen uit moeten kopen. Wat wij aan mensen vragen is, ga nou het komende jaar het best doen om een andere woning te vinden. Wij gaan u daarbij helpen. Mocht dat niet lukken, onverhoopt, dan zullen wij hun de heus niet van de camping afschoppen. Maar dit is heel iets anders dan wat ik heb gelezen. U zegt, u zult ze niet van de camping schoppen, maar ik las iets over een dwangsom. Nee, maar als u de brief die wij naar de raad hebben gestuurd, hebben we ook nadrukkelijk gezegd. In principe moeten mensen van de camping af, binnen een jaar. Wij zullen hun daar zo goed mogelijk bij ondersteunen. Mocht dat niet lukken, dan mogen ze er gerust langer blijven wonen. Dus we gaan ze niet op straat zetten.